Maandag is namelijk dus de job van mijn leven, hè? Weet je wat ik doe? Ik werk voor zo'n palingbureau. De Nielendag bellen. Hey, pas op, niet op mijn eigen kosten, hè? Jo, we zijn al bezig met de verkiezingen, want wie dus de 9? Je kunt nooit genoeg op taart beginnen, zeggen ze bij het palingbureau. Plazaatsen, hè? En je belt dus iedereen op, hè? Hoorsvrouwen, senioren, warenkloezen. Ja, deze zijn toch, de rest zijn allemaal gaan werken. En je leert de mensen ook beter kennen. Dan bel ik bijvoorbeeld Fraaske op. En zeg ik, Fraaske, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, voor wie zouden we dan kiezen? Jo, maar Billy, dat hebben we dan gisteren ook al gevraagd. Ik zeg, ja, maar is het dezelfde partij als gisteren? En bij Fraaske niet toe, als zijn pensioen niet op taart is gekomen. Vlos belangrijk, en van zijn kloer te mogen. En is boord te warm, dan moet er het gebeuren ontklimaat. Dan worden het te groen. Fraaske toch, hè? Alleen, ik heb wel een beetje kompassen met die politici, hè, man. Ja, als die palingen nog wat komen, bleten en zwieten. Maar mannetjes, je moet wel geen zorgen maken. Het enige dat je met die palingen zeker weet, dat is dat palingbureau zijn zakken vult.